Jij gaat nu een geschiedenisfilmpje bekijken en dat is natuurlijk supergoed, want onze filmpjes helpen jou heel erg goed bij het leren voor je eindexamens. En daarom hebben we ook een website gemaakt, www.digistudies.nl, en daar vind je filmpjes van alle examenonderwerpen van geschiedenis die je maar kan verzinnen. En één vak kost slechts €16,95. Serieus? Ja, echt. Doe het. Maak er gebruik van. Dit is video 4 in het kader van de staatsinrichting van Nederland. Eindexamen voor geschiedenis van VMBOT. Voor de scheiding van de machten. En die zijn heel belangrijk voor een democratie. Thorbecke wilde met zijn grondwet van 1848 niet alleen namelijk het parlement meer macht geven in de wetgeving en in het kiesstelsel, maar ook wilde hij de macht van de koning of de dictator op alle mogelijke gebieden verminderen. Hij verdeelde daarom die macht over meer instellingen. Daarvoor voerde hij het principe in van de scheiding van de drie machten. Die scheiding, is een belangrijk kenmerk voor een democratische rechtsstaat, dat dat uit elkaar gehouden wordt. Ten eerste heb je de wetgevende macht en die ligt bij het door het volk gekozen parlement en de regering die weer door het parlement is gekozen. Zij maken samen de wetten. De uitvoerende macht ligt dus bij de regering. De regering handhaaft de wetten, dat wil zeggen de ministeries voeren ze uit met hun belastingdienst, hun politie, hun leger en door middel dus van het dagelijkse bestuur van het land. En natuurlijk achteraf dan wel weer gecontroleerd door het parlement. Dan heb je tenslotte de derde, de rechterlijke macht, de onafhankelijke rechterlijke macht. De regering benoemt weliswaar de rechters, de rechtsprekenden en de officieren van justitie, de aanklagers, naar voordracht echter van een onafhankelijke commissie van rechtsgeleerden, zonder invloed van de politiek. De officier van justitie heeft de taak om mensen aan te klagen voor strafbare feiten, op basis natuurlijk van de wetten die er zijn. En de rechter spreekt daarna op basis van de door het parlement aangenomen, van die parlement aangenomen wetten weer recht, zoals dat heet. Hij spreekt recht. Een verdachte heeft recht op een advocaat. Een rechtszitting is openbaar. Een verdachte kan in beroep gaan tegen een uitspraak van een rechter. Hij krijgt dan een andere rechter. En iedereen kan op basis van de wet een aanklacht indienen tegen een andere burger of persoon of instelling als hij denkt dat hij ernstig benadeeld is of opgelicht, zeg maar, of beledigd. Dit heet dan civiel recht ofwel burgerlijk recht. Deze drie gescheiden machten moeten, als het goed is, elkaar ook controleren en aanvullen. Goed, dat was het dan voor deze video. Vond je dit nou een prettige manier van leren, zo, zonder tekst? Kijk dan ook even op de website van DigiStudies. Daar staan namelijk nog veel meer video's over alle examenstof en veel uitgebreider. Ja, DigiStudies, leren zonder boeken. En geef ons ook even een like en abonneer je op ons kanaal.